Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van donderdag 27 november met onder andere aftrap wintercampagne Arnhem. Vakkanjers willen naar World Skills. Supporters van Vitesse willen vrij vervoer naar Ajax. De wethouder voor de binnenstad Hans Giesing gaf vanmorgen het startsein voor Winter Arnhem, de noemer waaronder de winterevenementen in Arnhem worden samengebracht. RTV Arnhem sprak met de wethouder en mevrouw Marianne Langbroek, interim binnenstadsmanager. We staan hier voor Dudok. Winter Arnhem, wat houdt het precies in? Winter Arnhem is een heel mooi initiatief van gemeente, dus overheid, uit in Arnhem en SBA. Deze partijen die elkaar gevonden hebben en die met elkaar gezegd hebben in de november-december periode willen we alle activiteiten die er zijn in Arnhem, en dat zijn er heel veel, onder één paraplu brengen en dat is Winter Arnhem. En daarmee zeg maar uitdragen aan de klanten, aan iedereen die in Arnhem komt van hoeveel hier te doen is en te beleven is in de binnenstad. Kunt u even vertellen, wat gebeurt er allemaal met Winter Arnhem gedurende die periode? Nou, het is een hele lijst, het is bijna te veel om op te noemen. Er onder andere kerstmarkten zullen plaatsvinden. Er zal een ijsbaan in het Openluchtmuseum zijn. Er zal op de Korenmarkt een Santa Run plaatsvinden. Dat is allemaal bijzondere evenementen hier in de binnenstad en in de rest van de stad in het kader van Winter Arnhem. Ook de top 2000 komt weer terug. En die moeten we absoluut niet vergeten. Op het moment dat eigenlijk de kerstdagen voorbij zijn, dan begint in Arnhem het top 2000 evenement. Waarin heel veel kroegen en andere locaties aandacht voor dit mooie evenement is. Is al 3 jaar achter elkaar nu georganiseerd. En je merkt dat het een groeiend succes is. En daar gaan we dit jaar natuurlijk ook weer volop van profiteren. Waarom moeten de Arnhemmers en de toeristen naar Winter Arnhem komen? Kunt u dat aangeven? De binnenstad van Arnhem is de komende periode een plek waar heel veel te beleven valt. Waar heel veel gezelligheid is. Waar je van kunt genieten. En waar je ook op een hele plezierige manier inkopen kunt doen en een drankje op het terras kunt doen. Dat kan in Arnhem, dat kan in Winter Arnhem. En ik roep de mensen echt volop op om in Arnhem te komen de komende maand. Arnhem en Amsterdam willen beide de Bitcoin-hoofdstad van Europa worden. Amsterdam telt 18 bitcoinautomaten en in Arnhem hebben 39 winkeliers er één. Initiatiefnemer Patrick van der Meijden schat het aantal bitcoingebruikers in Arnhem op enkele honderden. Het feit dat in Arnhem de bitcoin nu een half jaar betaalmiddel is, wordt vrijdag gevierd bij Roses Lounge aan de Rijnkade. Om 18 uur wordt daar de aftrap gegeven voor het evenement Arnhem Bitcoin Metropool. Op de kinderafdeling van ziekenhuis Rijnstaten hangt sinds woensdagmiddag een Vitesse-brievenbus. Jonge fans kunnen daar post aan hun favoriete voetballers sturen. De Vitesse-brievenbus werd woensdag geopend door clubmascotte Vito. De eerste brief werd in de brievenbus gedeponeerd. Drie Gelderse vakkanjers strijden deze week in Arnhem in het Rijn-IJssel-college om tickets voor de World Skills 2015 in Brazilië, de wereldkampioenschappen voor jonge vakmensen. Nou, in feite is het kanjes in je vak. En je probeert eigenlijk zo best mogelijk te laten zien wat je kan met je vak. Ja, en hoe beter je daarin bent, hoe meer kans je maakt om naar de World Skills te gaan in 2015 in Brazilië. Met wat voor apparaat doen jullie mee? Nou, ik doe mee met het MTC, Manufacturing Team Challenge. En dat is met 3 man. En dan moeten wij een op afstand bestuurbare heftruck gaan maken. Nou, we zijn nu nog met 2 teams over. Ja, en achter ons zijn we nu de laatste dingen aan het voorbereiden om straks aan de gang te gaan. Ja, want er komt ook nog een battle, maar hoe moet ik dat voor me zien, zo'n battle? Nou ja, we hebben eigenlijk een hele lijst met punten hebben gekregen. Nou, en uiteindelijk wie de meeste punten heeft, die gaan door. En de battle is eigenlijk tegen elkaar gaan rijden. Nou ja, achter me gaat de lift omhoog en omlaag. Ja, en het is eigenlijk wie de meeste punten heeft hier gewonnen. En dat wordt dan door een jury beoordeeld? Ja, door 2 juryleden. Maar van tevoren hebben we ook al papierwerk moeten inleveren. En dat wordt ook al beoordeeld al. En dan kan je dus eigenlijk van tevoren al voorbereiden. En heb je nou een beetje een goed gevoel over jullie project? Ja, tot nu toe wel. Maakt het ook een kans om te winnen? Ja, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk. Ik zou niet weten of we gaan winnen. Het gaat aardig gelijk op met de teams. We hebben allebei een werkende heftruck staan. Dus ja, het is gewoon hoe goed kan je hem straks besturen. En de voorbereiding van tevoren, het papierwerk, hoe goed dat is. Ja,
En waar moet zo'n heftruck nou allemaal aan voldoen? Nou, dat is echt een hele waslijst. Maar bijvoorbeeld, hij moet 90 centimeter omhoog en omlaag kunnen. Hij moet 10 meter kunnen rijden. 50 kilo omhoog kunnen tillen en weer naar beneden. Een rondje kunnen draaien in een cirkel van 2 meter. Nou, en hij moet aan bepaalde afmetingen voldoen. Nou, en ook de lichtste heftruck, die krijgt ook weer de meeste punten. Nou, en allemaal van dat soort punten word je beoordeeld. Ja, en nou zei je al, de grote eigenlijk finale is in Brazilië. Heb je enig idee hoeveel landen in Brazilië mee gaan doen? Nou, er wordt nu gezegd 13 tot 15 landen. Ja, dan moeten allemaal tegen elkaar gaan strijden. En de beste zal gaan winnen. En waar ga je dan eigenlijk voor strijden in Brazilië? Ja, het is meer voor de eer dat je er naartoe gaat. Want je kan er in feite eigenlijk niks mee winnen. En hoe ziet deze middag er nu nog uit? Nou, we zijn nu nog aan het voorbereiden. En om 2 uur zullen we gaan starten met de battlestand. Om de benodigde punten te gaan halen. De sanering van de grond van het nieuwe kaderkwartier, waarop vroeger de Arnhemse gasfabriek stond, is klaar. Het schoonmaken van het terrein aan de Westervoortse dijk duurde 17 maanden. Met de voorbereiding en vooral de financiering was 30 jaar gemoeid. De sanering was de grootste schoonmaakoperatie in de geschiedenis van de sanering van 148 voormalige gasfabriekterreinen. De schoonmaakkosten bedroegen 10 miljoen euro. Er is een nieuw plan voor de plaatsing van 3 of 4 windmolens die eerder op een industrieterrein in Arnhem-Noord zouden worden opgetrokken. Nu wordt eraan gedacht ze langs de Pleiweg neer te zetten. Dat is wel dichter bij Westervoort. Volgens ontwikkelaar Plei BV passen ze langs de Pleiweg beter in het landschap. Het is niet zeker of dit plan doorgaat. De gemeenteraad moet daarvoor instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. In het kader van de Dag van de Zorgcoördinator deelde de Kansfabriek erwtensoep uit aan voorbijgangers. RTV Arnhem at een kopje mee met Rob van Sprang, coördinator van de Kansfabriek. Kunt u eens even uitleggen, waar staat de Kansfabriek voor? De Kansfabriek staat voor het creëren van kansen. En dat kan op allerlei gebieden, maar mijn hart zit een beetje rond de ontwikkelingen rond de WMO en ook alle problemen die daar zouden kunnen ontstaan. Wij willen eigenlijk van 1001 problemen. Willen we 1001 kansen proberen te creëren. Te creëren, maar u moet ze ook oplossen natuurlijk, hè? Uiteindelijk door kansen te creëren daar waar problemen zijn. En dan hopen we dan ook iets erbij te dragen aan die oplossing. Maar helemaal oplossen, dat is wellicht onmogelijk. Welke kansen en welke problemen kunt u oplossen? Dat is een beetje afhankelijk van wie binnenkomen en van wie we, met wie we aan het werk gaan. Nou, in dit geval zijn we bezig met Annie, die wilde graag erwtensoep maken. En dat erwtensoep maken ze een beetje opgeblazen, groter geworden. Daar zijn allerlei mensen op aangesloten en die komen straks allemaal erwtensoep eten. En aan wie gaat Annie de erwtensoep uitdelen? Nou, er zijn mensen die op allerlei manieren begeleiding krijgen. Er zijn mensen die wonen in de wijk. Mensen die een beetje stamgast zijn hier in de kansfabriek. De schilders die ook op allerlei verschillende manieren hebben bijgedragen aan de buitenkant. Hoe mooi dat die eruit ziet met de kansfabriek. En ook Annie's snechtbord en het kraampje wat je binnen voor de erwtensoep hebt. Dus we gaan met allerlei mensen die op dit moment denken van nou leuk. En de buurman die vroeger de supermarkt heeft, die komt vandaag ook weer terug. Die zit in de klantenraad, die wil ook graag eens komen kijken hoe dat hier gaat. De afdelingsvoorzitter van de SP die komt even kijken wat voor initiatief dat we hebben. Dus er komen heel veel mensen vanuit verschillende hoeken gewoon eens gezellig kennis maken. Hoe komt de kansenfabriek aan de centjes? Want niks voor niks in deze wereld, hè? Het is eigenlijk heel mooi dat de driestroom heeft bedacht rond de WMO mij in de gelegenheid te stellen om dit te doen. Dus dat betekent voor 2 jaar heb ik mijn salaris bij de driestroom. Zij huren deze plek en een aantal andere dingen pakken ze op. Maar als het gaat om activiteitenbudget, dan ben ik in de gelegenheid gesteld door de Dullet Stichting. Die pakt een heel klein stukje van de bonnetjes op, dus ik heb een beetje budget daarvoor. Maar voor de rest was het ook veel uit eigen kracht en eigen middelen zorgen dat het gewoon een leuke plek wordt waar iedereen zich welkom voelt. De kans die u op gaat lossen, is die groot of is die klein? Wij als SP zien dat als een redelijk groot probleem waar we maximaal proberen op te lossen. Maar het is natuurlijk geen klein probleem. Dat mogen we zeker niet onderschatten. Wat is het grootste probleem? Is dat het WMO-probleem? Nou, de bedoeling van die WMO is ook om dat op buurtniveau te doen. Dus fysiek zitten we hier en hebben ons gezicht naar de Arnhemse Broek en Statenkwartier, Eilandje Urk en Verschuurwijk. Hier proberen we fysiek ook echt de handje uit de mouw te steken met alle initiatieven die er ook al zijn. Ook met Rijnstad samen, ook met het idee van voor elkaar en van andere buurtbewoners die ideeën hebben.
En ook met het netwerk wat je vooral meeneemt omdat je heel veel mensen uit de stad ook kent. Woningen in Arnhem die zijn aangesloten bij het waternet worden sinds deze week verwarmd met restwarmte uit de afvalcentrale in Duiven. Ook bedrijven, winkels, kantoren en scholen ontvangen dankzij de vuilverbranding heet water. De nieuwe warmtebron loopt door een 5 kilometer lange leiding uit Duiven. Het stadswarmtenet van Arnhem is nu officieel energieleverancier. Nuon heeft hierin en in het koppelen van de warmtenetten van Arnhem, Duiven en Westervoort 19 miljoen euro geïnvesteerd. Vitesse is tegen de verplichte buscombi voor het bekerduel tussen Ajax en Vitesse. De Arnhemse Eredivisieclub heeft bezwaar aangetekend bij burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Het gaat om de wedstrijd die in de achtste finale van het KNWB-bekertoernooi donderdag 18 december gespeeld wordt in de Amsterdam Arena. De Vitesse-fans moeten bij een dergelijke regeling een begeleide supportersbus reizen. Normaal geldt dat alleen voor risicowedstrijden. Maar deze wedstrijd heeft het label niet meegekregen. Dan nog even het weer. In de ochtend was het zwaar bewolkt met lichte regen. In de middag nam de regen toe. In de avond blijft het bewolkt en regenachtig. Het was 7 graden in Arnhem. Komende nacht raakt het langzaamaan meer bewolkt. Morgenochtend is het nog steeds vrij bewolkt, maar in de loop van de dag breekt het zonnetje nu en dan door het wolkendek. De temperatuur ligt tussen de 5 en 9 graden. Wij wensen u nog een fijne avond, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.